Hi, I'm Anya, founder and CEO of Split. Raise your hand if you took an Uber or a Lyft to get here today. Right, because Uber and Lyft don't exist in Austin, and actually the day that our company arrived in Austin was the day that Uber and Lyft left. Let me tell you a ride-sharing story. There's a company in Mexico, 14,000 employees, great people, yet no one takes a ride-sharing service such as Uber to get to work. Why? Because it's too costly. Mexico is heating up. 50% of employees at Bosch use our enterprise carpooling platform to get to work. We see huge success with employees traveling on our app who work together and ride together in a closed network at the same company. Our enterprise carpooling app easily matches people who are traveling in the same direction. We're live on Android and iPhone. Bosch is just one global company. We expect 600,000 users onboarding by year's end. We charge an annual subscription fee up to $300,000 per year. Corporates, partners, and investors such as Ford and Jaguar Land Rover are committed to helping us reach our expansion plans into Hong Kong and Europe. We've since added peer-to-peer car sharing, and we have 3 OEMs and 2 tier one suppliers signed up. We have hundreds of thousands of users loving our app. We've had 125 articles to date with zero spend on marketing, and we've garnered 30 industry awards. For those of you who don't know us, we are local in Austin. We're speaking with Mayor Adler to address the terrible traffic that is Austin. And we're very much tied into the connected city as we track the reduction of CO2 emissions and really change the way people meet and move worldwide. We have a real business with a sustainable business model with experience in enterprise sales, logistics, and transportation. We've had 3 exits to date. We're funded, we're growing, and revenue producing. Ik geloof niet erg in hun financieel model. Dus waarbij het echt een subscription model is gebaseerd op het aantal mensen die werkten in het, binnen het bedrijf. Ongeacht hoeveel er van het daadwerkelijk van het programma gebruik maakt. Ik denk dat ik dat niet een erg aantrekkelijk financieel model vind. Ik denk dat deze dagen pay-as-you-go, dus inderdaad, waarbij jij als bedrijf, jij als softwareleverancier of serviceleverancier daadwerkelijk betrokken moet zijn bij de succes van het programma. Dus ik zou het veel liever zien als een pay-as-you-go. Hoe meer het gebruikt wordt, hoe meer je verdient. Dan moet je ook meer je best doen om het goed te maken. Totally. En ik denk dan ben je inderdaad in de cycle betrokken bij zeggen, hoe succesvol je programma is, hoe succesvol de matching is en dat soort dingen. Als je een subscription model bent, in mijn ogen, word je lazy. Lui, sorry. Maar het is wel het meest aantrekkelijke model, toch? Want het is recurring inkomsten, terugkerende inkomsten. Ja, maar goed, ik denk dat je dit moet zien vanuit de klant en niet zozeer vanuit het bedrijf. Hè? Ik bedoel, we kennen al die jaren in de IT-wereld, dus opfront payments, grote bedragen, dat soort dingen. In essence is het extortion. Hè? En dat is niet hoe de nieuwe wereld werkt. De nieuwe wereld werkt alleen maar als jij goed genoeg bent, dan betalen mensen voor wat je aflevert. Hi. I am Wout, I'm the co-founder and CEO of DeepSix AI. Tell me, who in this room has ever participated in a clinical trial? I cannot see anything, so I assume almost nobody. And that is the problem right there. 1 out of 4. Well, in reality, it's much less than that. So, and that is the problem. In healthcare, any new drug, device, or procedure must be tested on real patients to make sure that it's safe and that it works. However, in 2015, we fell nearly 4 million patients short of US recruitment goals. This affects millions of lives and costs industry billions of dollars each year. Why? Matching patients against increasingly complex trial criteria is a slow, manual process. Current software cannot read the 90% of unstructured data in medical records. We use AI on that unstructured data to find more better matches against complex trial criteria much faster. At our first trial, our hospital client had found 23 eligible patients in about 12 months. We found 58 in minutes. Results like these have led to early traction. We have a 3-year contract with Cedars-Sinai, signed up with some CROs, and have some great deals in the works, which we hope to announce soon. We aim to become the clinical trials marketplace, where providers
can do more trials faster and boost revenues from sponsors, where patients can access trials when standard care options fail them, and where pharma companies can do more, develop more drugs faster and extend their time under patent. Our team has more than 30 years of experience in AI and machine learning, and we beat out IBM Watson in the intelligence community. Still, we cannot cure cancer, but we can empower those who can. Last night, in this very room, former Vice President of the United States, Joe Biden, stressed the importance and potential of this work better than we ever could. Today, only 4% of cancer patients take part in a clinical trial. That has to be 25% for the moonshot effort to cure cancer to succeed. We are proud to join that effort and accelerate access to new drugs, which may one day save the lives of you or your loved ones. Thank you. Ja, dit was een van de entries die denk ik het meeste aansprak. Voornamelijk natuurlijk omdat het een groot probleem oplost. Dat is één ding, dus de matching tussen patiënten en clinical trials. Ik denk dat ze uiterst naïef waren wanneer het gaat om het daadwerkelijk vinden van digitale patiëntinformatie. 95-99% van de patiëntinformatie is nog steeds analoog opgeschreven, niet ge-OCR'd. En als dusdanig moet je echt daadwerkelijk patiënten vinden die al in een digitaal traject zitten om ze te kunnen selecteren. En het was heel erg gezien vanuit, zeg maar, pharma's des ziekenhuis, niet vanuit de patiënt zelf. Dus ik denk dat er gigantisch veel waarde is voor patiënten om zelf te kunnen uitvinden welke clinical trials er zijn, daar veel meer controle over te hebben. En wat we zien bij mensen die daadwerkelijk zeer ziek zijn, of het nou kanker is of andere long-term illnesses, die mensen zijn heel goed geïnformeerd over wat er allemaal mogelijk is. En als dusdanig, zij nemen veel meer controle over hun gezondheid en over hun medicijnentraject. En het zou dus voor patiënten heel goed zijn als zij inzicht zouden kunnen krijgen over welke programma's er available zijn voor hun. In plaats van dat je dit weer door ziekenhuis of pharma gedreven laat zijn. De oude wereld is echt vanuit het bedrijf gekeken. Hoe kan het bedrijf het meeste geld verdienen? Hoe kan het bedrijf het meest succesvolle zijn? Ik denk dat je alleen op de lange term succesvol kan zijn als je aan de kant van je klant schaart. Dus daadwerkelijke long-term alignment met je klanten is datgene wat je een succesvolle business laat bouwen. En dus, als jij het niet doet, gaat iemand anders het doen. En iedereen heeft toegang tot perfect information deze dagen. Iedereen kan alle informatie vinden bijna die ze willen hebben. En als such, als je bedrijf echt alleen maar op jezelf gericht is, op het bedrijf gericht is, dan weten klanten dat heel snel. En dan kiezen ze echt wel voor iemand, voor een ander bedrijf wat meer aan hun kant staat.